Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wil aan alle randvoorwaarden voldoen voor een efficiënte productie in de agrarische sector. In dit kader heeft vanmorgen de ondertekening plaatsgevonden van het contract ten behoeve van het project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen. LVV-minister Pralaat Seudin zegt dat werken aan de waterbeheersing niet alleen zal zorgen voor productieverhoging, maar ook voor verbetering van de kwaliteit van de agrarische producten. Maar niet alleen Wageningen, ook andere gebieden verdienen veel aandacht. We zijn nu in uitvoering wat de pompen van Wakai betreft. Daar zijn 4 pompen geïnstalleerd die ook ouder dan 40 jaar zijn. En we zijn nu bezig te kijken van hoe wij versneld toch nog voor het komend seizoen minimaal 2 pompen bedrijfszeker kunnen maken. Het bedrijf uit Nederland is geweest voor onderhoud. Ze hebben een fase afgerond, zijn teruggegaan en wat ze daar aantroffen is dat de technische situatie veel erger was dan wat ze hadden voorgesteld. Er is nu een nieuwe begroting opgemaakt, maar de target is en blijft voor mij en ook richting Wageningen om in oktober aanstaande al die pompen in operatie te hebben. Meneer Abben, een gigantische taak voor u, maar wij rekenen erop. En we kennen de prestaties van uw bedrijf en we zijn er zeker van dat het haalbaar is. En dat geldt ook natuurlijk voor de Wakai. Het bedrijf Kooldiepzing Infra NV gaat het project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen uitvoeren. Jan Abben, manager van het bedrijf, erkent dat er een achterstand is in het onderhoud van pompgemalen. Hij wil daarom graag een steentje bijdragen om de achterstand weg te werken. Ik zelf denk, als ik persoonlijk mag spreken, dat de ontwikkelingen met externe financieringen, ik denk dan aan de Wereldbank, ik denk aan de IDB, dat er best misschien nog mogelijkheden zijn om daar de middelen te vinden. Of anders zijn er misschien aannemers en waar wij misschien bereid zijn om toch een keer te kijken om die dingen op gang te krijgen. Het is een heel leuk techniek, het is een uitdagende werk, alle pompgemalen, het is schitterend werk, wil ik zeggen. En we zijn ook ontzettend dankbaar dat wij een steentje, een pompje in dit geval, daar mogen bijdragen. In het houden van droge voeten en zorgen dat de landbouw zich kan ontwikkelen. Ik heb ook nog begrepen dat het immens is als pomp nummer 3 aan de gang komt. Wat de toegevoegde waarde is in de rijstindustrie. Daar waren wij zeer verbaasd over. We hebben dat een keer als uitleg mogen horen. Niet dat wij alles begrepen. Maar het is onvoorstelbaar wat 1 pomp in productie kan doen. Ja, laten we dan gauw 20 pompen bouwen. Dan zijn we er. Jan Abben, manager van Kooldiepzing Infra NV. Het bedrijf is in de arm genomen door LVV om het pompgemaal van Wageningen te rehabiliteren. De ondertekening van het contract heeft plaatsgevonden in het SAIS-gebouw van LVV aan de Letitia Vriesdelaan.